Ja, even kijken. Dat gaat wel goed, geloof ik, als ik het zo zie. Dit gaat perfect. Ja, even kijken. Je kan nog een beetje naar achter, Digi. Oké, ik ga Ja, al. kijken. Achter nog. Oscar is goed. Ja. Ja, snuf een beetje naar achter nog. Dan zit je op de hielen van de meest zwart. Ja. Mensen, wat we aan het doen zijn in Disneycraft 8. Aflevering 79. Ga je na het intro bekijken. Tim, kijk achter je. Mag ik het even worden, alsjeblieft? Nee. Hallo? Hallo, jongens. Hallo? We zijn hier voor een opening. Ja, een grote opening voor een nieuwe attractie. Jee. Het is namelijk de meest geweldigste attractie die er is. En die gaan we allemaal met elkaar bezoeken. Vind je ook niet? Ja. Oké. Hier is de poort. Hier is de poort, jongens. Oké. Wie gaat ervoor? Ik sluit aan. Ik sluit aan. Ik ga achter. Polonaise, jongens. Loop maar. Ik ga voor. Ik ben de leider. Oké, loop maar. Ja, let's ja, switch. Ja, gaat prima. Ik loop achter Oké, jullie. Jongens. Kan we sneller. Moeten hier zo. Zoals je ziet, heel mooi gedecoreerd. Ja. Naar links. Oké, dit is echt meest bijzonder. Okay. Dit is Hallo. Fantastisch okay. bijna. Hallo. Je ziet ook in mijn inventory dat ik hier niet aan heb gebouwd. Nee, mensen. Oké, dit is een... jongens. Oké, we gaan nog een rondje. Ja, nog een rondje. Het is echt bizar. Echt bizar attractie. Okay. Leuk jongens, echt geweldig. Wat is de naam van deze attractie? Dit is gewoon geweldig. Deze attractie. Hey, troon in de rij, jij. Het is Cutie Boss. Het Cutie Boss. Vind je dat een goed idee? Ja, dat is een cute naam. Wacht. En ik maak zo'n filmpje zo van. Ergens op de wereld waar een slot alleen was, liep hij rondjes en was hij gestoord bezig. Wow. Ik ben Jezus. Want hij wou in een vierkant lopen. Ik ben Jezus, ik ga Alleen kon dat niet. Ik sta op water. Jullie niet. Ik ben Flappy Bird. Flappy Bird, ja. Bling, bling. Ik ben buiten gesloten. Ik ben gewoon een van de raarkind. Maar Klopt. Dit is toch wel een pluspunt, toch? Zo'n mooi, ja. prachtig park ja. hier zo. Ik prachtig. Vind het echt een ja. pluspunt. Zeker. En weten jullie dat we vlak bij de span zitten? Echt, nee. ja. daar is de span. Ja, kijk, hier ja, zo. Echt ja. dichtbij. Het is een studio's en zo. Ja. Nou, en dit is dus, de studio's is veranderd van VIP-studio's naar studio's. En wat is er anders aan, is dat, ja, de ingang is gewoon hetzelfde. Je gaat gewoon hier door de poort. Zo. Maar... En we lopen even door zo. Hallo Robando. Ik ben God. Hallo. Yay. I'm God. En Pixel als ik zit er ook met een hele aparte skin. Het lijkt net Hallo, een grote, wat is het? Een grote sinaasappel! Wat? Sinaasappel. Je bent een sinaasappel. Sinaasappel. Je bent een te grote sinaasappel. Oscar. Jij kijkt precies als die... Wacht, ik laat het zien. Wacht, jij kijkt precies als mijn knuffel. Wacht even. Oh god. Ja, we hebben geen feest. Oh god, Oscar, nee. Ga er niet... god. Kijk, Oscar, wacht, Oscar, ga eens voor me staan. Wacht, kijk, je ziet het. Oscar, kom. Voor me staan. Pixels, je pestes. Oscar, waar ben je? Zo, kijk. Daar. Kijk, jongens, zie je het? Wacht. Ik precies. zie het. Groepsknuffel. Je zit echt best wel in. Ja, groepsknuffel. Precies. Oh, groepsknuffel. Knuffels gesproken. Is ja. het vlucht gelijk? Ja, ik vlug gelijk. Nou, dit is dus ook een beekje waar je kan wassen. Als je niet geld hebt voor een douche. Voor de water. Zoals ons in de min 400. Ja. Ik ben helemaal niet arm. Nou, hier kan je dus een leuk dingetje laten hangen zo. Klein bosje. Oké, jongens, wie gaat er mee? Wie gaat ja, er mee springen? Lekker hangen. Wie gaat er mee springen, jongens? Precies, okay. Jij zelfmoord. 3, 2, 1. 360. Zelfmoord! Nou. Ja, jongens, kom op. Jongens, kan toch niet. Ja, Suicide. Toch niet. Ja, in de game kan alles, hè? Dus dat is wel weer zo, hè? Kijk, ik ga misspringen. Au, mijn been. Jongens, zelfmoord is geen spelletje. Het is Minecraft. Nee, het is wel Minecraft, jongens. Zelfmoord is niet aan te halen. Dat is toch heel wat nog Minecraft. Nou, jongens, laten we het leuk houden in deze ja. Disneycraft. Ja, ik heb hier zo'n bloemetje voor je. Leuk, opnemen met bezoekers. Bloemetje. Ja hoor, ja, dat is weer zo anders. Normaal doen we dat nooit met bezoekers opnemen. Oké, jongens, ik heb dus een bloemetje voor iemand, een appel. Misschien dat sommige mensen denken van, hou nou een keer, jij mel, joh, gasten, joh. Nee. Ja. Kan, ja, dat is heel veel. We hebben er geen controle over. Het gaat te ver. Het gaat te furnace. Dat is van Shizet. Kijk, en wat ontbreekt hier nou? Jullie hebben het nog niet gezien, maar wat ontbreekt hier ook hier zo? Hersens. Ja, nee, ja, en ik heb ook... Ik spreek.
Nee, ik heb het over wat ontbreekt hier nou in het water? Dus kijk een eentje. Eentje. Nee. Leeuwen. Eentje. Okay. Eend. Niemand heeft het gezegd. Eend. Een Flappy Bird. Nee. Een schildpad. Een aapje. Nee. Space Mountain. Banner. Een cactus. It's Mountain. Lillipad. Nee, wat? Ja, wie zei het? Lillipad. Ja, wie zei dat? Snuf. Kijk, hè. Bedankt, Kevin. Hè, hè. Yeah, applaus voor Kevin. Kevin. Hardcore. Applaus. Hardcore. Klap, klap. Woosh. Woosh. Nef, ik wil op je hoofd staan. Kevin. Nee, mag niet. Wat? Hij is verdwenen. Wat? Daar kunnen mensen dan ook op rennen, als ze niet als ze naar de overkant willen, kunnen ze gewoon via de lilypads. Ja, eigenlijk. Kunnen ook via het zand. Ja. Oh, joh, ik heb een ik ga hem stalken. Ik ga hem stalken. Nou, en hoe gaan we dit bouwen, jongens? Ik denk dat ik gewoon lekker ook goed gebruik. Dat vind ik ook wel leuk. Want ik vind het zo, dat poortje vind ik zo, ik weet niet. Het kan wel op zich. Ja. Ja, nou, is dat zo'n cutie poortje? Er moet er eigenlijk een soort... iets overheen of zo. Gewoon een NPC van mij erbij, dan is het goed. Nee, ja hoor. Nee, nou, ja. Nergens zit past op mijn hoofd. Mijne wel. Mijne ook vooral. Die van mij bestaat wel op Simba. Mij is toch al leeg. Ja, sommige NPC's over van jullie hebben inderdaad. Kijk, ja, het is wel iets beter, hè? Het is een beetje. Dat was die van mij. Ja. Wat? En een bordje, hè? Een bordje? Ja. Voor het Cutie Boss. Cutie Boss. Cutie Boss. Cutie Boss. Ja, een hoofd van mij erboven. Ja. Hebben jullie een ander idee? Oscar, houd je mond nou eens. Heb je een ander idee? Groene bos. Die Dizzy Bos. Snuf. Weet wel. Kiki. Wat? We hebben ook, vanwege die afspraak met mij en... Dat komt al hoor. Hoe noem je dat ook weer? Ik mag nooit meer aan doen. Als je de naakt mag lopen op het strand. Een naaktstrand. Nee, dat heeft een andere naam. Nudisten. Waarom strand? Het is een park. Nudisten. Het is een park. Leeuwenstrand. Die lacht. Jongens, het moet echt even wat rustiger zijn hoor. Ja, maar ja. Het gezinsparkje. Het gezinsparkje, dat is een mooie naam. Tenzij je geen gezin hebt. Tenzij je geen gezin hebt. Plaat er ook even een bordje bij met anti-Disney en zo. Nee. Je weet wel. Disney, nee. Geen land is niet leuk. Nee, ja, we pakken gewoon de lever status van je af. Ja. En als, ja. Als je geen gezin hebt, kun je altijd nog naar relatieplanet.com. Geen reclame. Reclame. Ja, waarom worden eigenlijk mijn rechten afgepakt? Als meest zwart bijvoorbeeld die lampjes uit gaan doen. Oh, maar zwart is gewoon heel cool, hij is vet. Dat al een lampje branden. Uitgang. Oké, ik ben de bewaker over dit drie lampen gebied. Nou, we kunnen jou niet vertellen, ontslag. Wacht. Dag. Hey, ik zal hier iemand een lampje uitdoen. Het is I am Niels. Ja, ik ga hem doe achterna. Doe mee, Oscar, dan ik weet, mee. Ja, ik ga hem achterna, ik ga hem pakken. Ga hem pakken, wat staat zo. Er? Geef de ene niet te eten. Kost te veel geld. Dagen bij Duk. Ja. 2014. Anno 2014. Jongens, Niels, ik denk dat we zijn leven recht af moeten pakken. En dit is dus, vorige keer zei je al van, ja, het ziet er niet uit, Vincent, en hoe kan dat nou? Het loopt helemaal niet mooi over en nee. Zo. Nee, klopt, maar... Maar daar was ik nog mee bezig. Ja. Dit is de main street, jongens. Dit is een main street. Ik vind dat het klaar is. Ik vind dat het klaar is, ja. Ja. Ik vind dat we helemaal niks meer hieraan moeten doen. We vergeten het allemaal. Dat is prachtig. En we laten dit als een 20 jaar oude pretpark die nooit is gebruikt. Laten we dit achter. Ja, is goed. Perfect idee. Ik weet het, ik ben gewoon slim. Kijk, en dit is het midden. Dus wat ik hier dan doe is precies die richel maken hier in het midden van die blokjes. Zou op zich zo wel kunnen, denk ik. Ja. En de blokjes in Minecraft. Ik vond... Oh nee, dat meen je ook. En dan kom je de Main Street in en die kan je helemaal doorlopen en het is echt een verschrikkelijk groot gebied. Dit wordt een project van mij en Blobulet gaat helpen, Irma, Gio, eigenlijk heel de crew gaat een grote bijdrage leveren aan dit grote project, voornamelijk de studio's. En het wordt ontzettend groot. Dus je ziet dat het echt al gewoon... Groot is. Ja, groot is, ja. Je merkt hoe trots die is, hè? Nee, ik blijf stilstaan. Ik wil niet zomaar groot. Ik wil dat ik een beetje dizzy word. Je kunt het een trotsbos noemen. Trotsbos? Ja. Ja. Ga ik al die vipjes vliegen? Ja, ik zag, hè.
Stalk je dood. Stalk je dood met eendensoep. Ja, Bonto, je en... Ja, wat? Eendensoep. Lekker eendensoep. Ja, nee. Op, nee, okay. Moet je een actie doen. Met dit recht, dat dit zo recht is, is lelijk. Dus dat gaan we even aanpassen. Is dat goed? Perfect, ja. Idee. Ja, nee. Oké, okay, nee, let's do this. Heel goed verhaal. Nee. Wie? Dus als jij nou de blokje weghaalt daar? Jari, niet zo goed. Jij nou Jari. Wordt die dizzy. Daar weer met de kickstart te maken. Oh nee, nee, nee. Weg. Kicker. Oh, en dan mist hij mij. Dan wordt Oscar opeens gekikt. Ja. Dat zou toch wel zielig zijn. Ja, wie heeft dan de hele tijd dat irritante geluid? Ik. Niet. Wel. Iets. Ik hoor niks. Oh, ja, ik hoor dat zo. Alsof iemand de hele tijd sterft. Zoiets. Ja, dat is gewoon 10 seconden. Heb je jezelf niet gehoord? Nee, dat is Stef. Zo. Stef is helemaal niet. Nee, dat is gewoon Kiki. Maar is Stef. Nou jongens, ik ga even naar een ander kanaal. Ga ik even verder opnemen. En dan horen we je snel van jullie. Dankjewel. Zo, het is even een rustmomentje. Want we gaan natuurlijk ook Disneycraft laten zien. Zonder eventjes al te veel heisa eromheen. En dit is aflevering 79. We hebben inderdaad met een aantal bezoekers gesproken. En die zijn ontzettend enthousiast over dit nieuwe gebied. Het nieuwe gebied wordt namelijk awesome. Vind ik wel. Ik vind het echt een verbetering. En het was eigenlijk, je moet je voorstellen dat het klei, dit stond helemaal vol met klei. En nu heb ik gezegd van ja, we doen dit nou ook precies zoals we bij de eerste Main Street hebben gedaan. Een laagje naar beneden, zodat je echt een Main Street gevoel krijgt hier. En ik vind het ontzettend gaaf eruit zien, omdat het vult wel. Nou, dit boompje was een ideetje, die sloop ik tot nu toe even. Maar zoiets gaan we ook doen. Even kijken hoor. Want dit moet 4 breed. Dus als je 1, 2, 3, 4, dan moet hier al de witte streep lopen. Dus daar staat hij al helemaal verkeerd. En die loopt hij dan weer de eentje in. Zo. En zo doe je dat dan helemaal verder. Zo. Kost heel veel tijd, maar dan heb je ook wat. En ik heb ook helemaal geen Minecraft geluid aanstaan. Best wel triest. Hè? Dat missen we, weet je wel. Wel een beetje Minecraft geluid. Zo. Zo. En dit zijn er voor mij, dit zijn de 1, 2, 3, 4. Dan hoort hij hier te lopen. Kijk hoor, dan sloopt het hier. En dan gaat hij daar weer een blokje daarheen. Dus dan zou hij ongeveer daar moeten gaan. Ongeveer, hè. Dus ik ga het niet helemaal uittellen. Zo. Oké, dan vullen we dat eventjes met de hand. Oldschool met de hand, dat moet je ook af en toe doen, hè. Niet alleen met World Edit. Nou, is het wel fijn dat je heel dat pad gewoon met World Edit doet. Maar zoals ik al zei, dat gebied is nog echt nog lang niet klaar, zoals je ziet. En als je VIP bent, heb je de mogelijkheden om het natuurlijk allemaal te zien wanneer je wil. Want het is gewoon vrij toegankbaar. Hier was vroeger de VIP-studio. Maar als ik even een warp map ga, dan kun je namelijk zien, als we in de map kijken, dat het gebied waar ik nu helemaal omheen ga met mijn muis, dat gebied waar ik nu recht voor sta, dat gebied, dat wordt nog allemaal studio. Dus dat wordt ontzettend groot. Als je al kijkt dat dit een gedeelte van de studio is. Dit hier zo wordt een hele attractie. Dus dat wordt zeg maar een Disney Dark Ride. Je kan het vergelijken met de Disney Tour. En je kan het vergelijken met de Clownaval van ons. Dus eigenlijk twee awesome attracties die gecombineerd worden met een Dark Ride. Dat is echt vet. Zoals je ziet staat daar de grote Toy Story. Oké, okay, we hebben een paar headbangers hier. En dat moet ik even laten zien. Dit ronde cirkeltje, de pixel cirkeltje, laat ik aan jullie zien. Dat moeten jullie zien. Dat is iets van wat Blow Bullet heb gemaakt. En Denise. En dat is echt heel vet. Dat is echt een van de vetste attracties die ik tot nu toe ook in Disneycraft heb gezien. Het is geen bewegende attractie. Het is een thema attractie. En dat betekent dat je het gewoon als... je kan het bezoeken, maar je kan er niet echt in. Ja, je kan er wel in, maar je kan niet, zeg maar, gaat niet rond. En dat is wel jammer. Zoals je ziet is dit hele gebied. Dit moet nog helemaal geüpgraded worden, maar dit is allemaal die kleur. Dat grijze kleurtje. Dat gaat helemaal door. Nou, zoals je ziet gaat het nog helemaal zo door. En we gaan dit nog helemaal opvullen. Dit hele gebied wordt dadelijk alleen maar Main Street. Het is maar dat je het weet. Hè? Nou, dan ga ik even naar /back. En iemand heeft het al
Een beetje versneld in de chat. Maar ik ga er nu naartoe. Iemand zei inderdaad rups. Een rups is een kermisattractie. En wij hebben sinds kort hebben we eigenlijk met elkaar besloten dat we een aantal kermisattracties in Disneycraft gingen doen. We hadden natuurlijk al heel lang de carousel bij het wondergedeelte. En toen langzamerhand kwamen nog de theekopjes die hier staan. Die hebben we gekopieerd van de Drievliet, want we hadden natuurlijk Drievliet die we gingen nabootsen. En sindsdien hebben we eigenlijk heel veel van zulke attracties lopen bouwen. En ik ga nu naar een plek toe. Zoals je hier ziet, dit zijn Disney hoedjes. Gebaseerd op de attractie in Walibi. Nou, dan krijgen we hier de vernieuwde attractie die sinds kort is gebouwd door Jens en Blobulet samen. Dat is een machine die gaat omhoog. Zogenaamd natuurlijk. Hier kan je zitten. Ontzettend vet. En bovenin is de vogel te zien. De vogel uit Aladdin. En die heeft een naam. En dan ga ik even kijken hoe die heet. Het staat hier op bordjes. Even kijken. Lago. Geen Lego bij Lago. Nou, en dan zien we hier. Zien we de beste, vetste attractie die ik wou zeggen. Namelijk de rups. En de rups is een... Dit gaat al zitten. De rups is een hele ontzettend leuke baan. Die zeg maar, het is jammer dat hij niet beweegt. Maar dan ga je zeg maar helemaal doorheen. Door de baan. En echt waar. Dit is echt zo verschrikkelijk vet. Gewoon een keer om even te zien. En ja, nu ziet het nu in de video's. Maar gewoon om hier even een keer te lopen. We gaan een hele gave plek geven voor deze attractie. Misschien komt hij wel ergens in een binnenhal te staan. Maar het wordt vet, vet, vet. En misschien komt hij wel in de studio's te staan. In de grote studiohallen. Dus dat gaan we nog even kijken. De Headbangers zitten nog steeds in de attractie. Hè? Headbanger Tim Tim. Ja, en Pixel natuurlijk. Ook alleen maar Headbanger. Zo, 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 jongens. Het wordt wat hier. Maar het is een ontzettend groot gebied. We hebben natuurlijk ook dat Chinese thema wat we nog een beetje mooi moeten maken. Daarachter zie je nog de topspin. Die staat inmiddels al bij de Indiana. En dan laat ik even het trots zien van de server. Als ik even naar deze warp ga. Ik ga het stiekem niet vertellen waarheen. Dan weten de VIP's het ook niet. Maar Tim Tim weet het al. Die kent heel Park uit het hoofd. Die weet ook precies al waar ik het over heb. Namelijk dit gedeelte. En ik ga hier gewoon even stilstaan. Dit is gewoon echt een echt een, ik vind het persoonlijk het mooiste van de server. Echt waar. En dat, er zijn natuurlijk ook wel hele mooie plekjes van de server. Maar dit is echt een hoogtepunt van onze server. Hier op dit gedeelte. Waar de Indiana staat. Waar de Stone Slide staat. Waar de nieuwe Pirates attractie staat. Waar de vernieuwde Wild West gebied staat. Hier stond de Tarzan vroeger. En de Tarzan was een ontzettend goede, leuke achtbaan. Alleen... er stonden 385 bomen omheen, waardoor je gewoon haast geen achtbaan meer zag. En ik heb dat hele gebied heb ik gewoon weggehaald. En we zijn begonnen met bouwen aan een thema. En dat thema is nu zo hard en groot uitgebreid, dat uiteindelijk dit Arabische thema helemaal tot stand is gebracht. Wat voor attracties kunnen we hier verwachten? Dit is compleet stad en dorpje, winkels die je kan bezoeken. We gaan natuurlijk weer items verstoppen die je kan kopen in het spel. De items worden dus ergens in een winkeltje verstopt. Dat gaan we natuurlijk niet zeggen waar. Dat moet je allemaal zelf gaan zoeken. Dan hebben we nog een leuke topspin attractie. Natuurlijk kan je de Indiana Jones bezoeken. De Indiana Jones is natuurlijk een deel van Disney die nog niet in ons park stond. Denk ook bij aan Lego. Lego is ook van Disney. Staat ook nog niet in het park. Dus daar kunnen we ook nog wat mee doen. En natuurlijk Star Wars. Daar had iemand al wat over verteld. Maar Star Wars vind ik niet echt is niet echt mijn ding. Maar het kan eventueel voor in de toekomst kunnen we Star Wars bouwen. En ik zie hier trouwens een hele aparte... Catacomben van Erik. Dat is ook een attractie. Een loopattractie met allerlei valkuilen en spannende effectjes. En natuurlijk de grootste attractie die al helemaal klaar is. Bijna. Ik jok. Hij is nog niet klaar. Gebaseerd op natuurlijk de Fata Morgana. Maar we hebben hem helemaal aangepast. Het is namelijk de wraak van Jafar. En deze grote dark ride heeft maar liefst... niet zoveel NPC's. Ik denk een stuk of 10. Je ziet al heel stiekem binnenin hoe het eruit ziet. Aladdin staat binnen. Het laat heel langzaam. Ik weet niet waarom. We kunnen wel heel veel kort binnenkijken hoor. Dat mag op zich wel. Nee, jullie niet. Zo, net op tijd. Zo.
Ja, Tim, sorry. Jullie moeten ook wachten als VIP. Maar jullie kunnen kijken in de video dat ook de geest erin is verworven. Of hoe je dat zegt, verwerkt gewoon. En dat deze attractie, wat laat hij langzaam, jongens. En ja, Far loopt zelfs hier rondjes om te kijken van wat er allemaal aan de hand is. En het is een ontzettend leuke, gave dark ride die nog helemaal aangepast wordt. Ontzettend vet. Plop. Zo, tot nu toe deze updates. Ik ga nog even kort bouwen aan de Main Street. Dus dan ga ik even door met Speed 6. Ik weet niet waarom de server ineens zo lag bij mij. Of dat het zo langzaam laat. Maar normaal heb ik daar helemaal geen last van. Nu gaat hij voor mij wel weer goed. De Toy Story. Bijna tegen de... Zo, kijk eens. Hier was ik mee bezig, hè, jongens. Laat ik dan even verder gaan. Zo, dit gaan we helemaal uitloeren. Kijken hoor. Hoe kunnen we dit mooi maken zo? Ja la la la. Ja la 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 la. Oh ja, natuurlijk de school van Irma. Irma heeft een school gemaakt. En in die school daar komen allerlei hele leuke zaakjes. En dan heb ik het over regeltjes. We gaan een klaslokale maken. We gaan een systeem maken dat mensen gewoon een attractie kunnen besturen. Dus gewoon als test wordt uitgelegd hoe je een attractie het makkelijkst bestuurt. Het wordt gewoon een hele leuke, enthousiaste, interactieve school. En ook als de mensen dus stout doen, dan teleporteren we ze daar naartoe. Dus als mensen de regels niet lezen of zo, of ze zitten te spammen in de chat, dan wordt dat iets nieuws. Dus dat wordt heel vet. Nou, dit gaan we even vol maken. Dus ik zeg even veel brik. 40 zo. En dan gooien we daar met World Edit, gooien we daar nog even eroverheen. En dan zeg ik gewoon blap. En dan zeggen we set 44.4. Dat is namelijk de brickstone. Of de slab bricks. Zo, en dit gebied wordt... ja, ik maak eerst de basis. Dus ik zet een paar huisjes neer. En zoals je ziet in de Main Street... dit is allemaal afgebouwd al. Het wordt één voor één wordt het afgebouwd. Dit is het volgende huisje. Maar heb ik niets anders dan decorstukjes gemaakt. Dus ja, gewoon heel simpel een vormgegeven huisje. En dat wordt gewoon verder afgebouwd. Dus dat is heel vet. Zo. En die school wordt natuurlijk ook verplaatst. Die gaat wel een plekje krijgen in de studio's. Want... ja, het ziet er ontzettend gaaf uit. Maar die school die is zo verschrikkelijk huge. Dat we even gaan kijken hoe we dat gaan mooi zetten. Het is wel een hele mooie school. En ik denk sowieso als we hier een omgeving om ze heen zetten. Dus, en misschien eventueel nog een hele gave Monster & Co. attractie bij wijze van. Dan ziet het er nog vetter uit. Er staan zelfs bordjes hier. Met schrik. De schrikschool. Irma heeft dit compleet gebouwd. Dus heel vet om even naartoe te kijken. Om even dit te zien, jongens. Dit zijn de studio's waar ik ook aan ga bouwen. Dat is ook mijn tweede project wat bij de studio's hoort. Dat zijn drie studio's aan elkaar. Wordt compleet volgebouwd met scènes. Waarin je dus met ons, met de crewleden op de foto kan. Dus dat is een heel leuk idee. Je kan dus op de foto met ons. Maar je kan dus ook attracties komen erin. Er komen gewoon scènes uit films komen er. Camera's, studiocamera's komen erin te staan. Kortom, weer ontzettend gaaf en uniek. Want in een studio hoort dat gewoon... ja, dan hoort dat gewoon. Ja. Van niet zeggen van, dat hoort niet, jongen. Nee, dat hoort wel. Kijk, ik bouw hier aan. En toevallig heb ik vanochtend, toen ik niet natuurlijk deze ochtend, toen ik de video, voordat ik de video maakte. Maar toen heb ik zeg maar een video gekeken van Disneycraft. Misschien wel een beetje... het was een beetje raar, vond ik. Want ja, heel mijn facecam zag heel anders uit en... ja, dat zag gewoon raar uit. Positief raar, zeg maar. En ik keek zo'n oude aflevering en ik had zoiets van, wauw. Ik was nog aan de Donalbaan bezig, zeg maar. En dat was zo vreemd om mij te zien bouwen aan de Donalbaan. Omdat, ja, ik deed zoveel moeite om die baan te laten werken. Terwijl ik niet wist dat het met andere commands ook makkelijker lukte, zeg maar. Dus ja, dat was een beetje apart. Maar wel vet om dat te zien, hoor. Kijken hoor. Klik. En dan het action. Doen we dit en maakt hij dit kapot. Zo. Ziet hij niet uit, ik weet het jongens. Zo.
Ja, dit is achter de Toy Story, dus dit, dit gaan we nog mooi maken. Dus ik denk dat dit achter de studio's, dit gaat ook weg zo. En dat we dit gaan uitbreiden. Dus dat je hier zo'n pad krijgt en dat je dan hier zo... Het wordt een groter plein. Dus moet je rekenen van bla 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 bla. En dan doen we zogenaamd even dit. Zo. Maar dit is allemaal nog grove schets, hè. Dus dit, wat ik nu bouw, ik weet niet of het blijvend is, maar het is een begin. En ja, ik heb zoiets van, het is gewaagd om zoiets te doen. Ik bedoel, hier is trouwens de Toy Story quiz. Alle mensen die hier zitten, dat is misschien grappig. Kom allemaal voor de quiz staan. Nog niet erin dus. Als de mensen hier zitten. En ik ga even met die mensen allemaal in een kanaal zitten. Game Lobby 5. Hallo, daar ben ik weer. Hallo. Hallo Vincent. We gaan iets leuks doen. We gaan een spelletje doen. Met z'n allen. Iedereen. Oké. Ja, ik weet een heel leuk spel. Ik hoop dat iedereen komt naar dit kanaal. Iedereen komt er. Hallo. We doen een spel voor de Toy Story quiz. Voor de VIPs. Oh. Ja. Ja. Oh. Wordt leuk. En de quiz is als volgt. Voor de VIPs. De quiz is als volgt. Wie als eerste helemaal boven is, die heeft gewonnen. Ja, het is gewoon een leuk spelletje. Ik haal, als jullie allemaal hiervoor staan en dan iets naar achter iets, dan kan ik de hol weghalen. En dan springen jullie erdoor. En dan gaan we beginnen. Oké, zijn jullie klaar voor? 3. Ja. 2. Je moet wel ervoor. Ja, nu! Oké. En ze gaan naar het goede antwoord gelijk, hoop ik. En er zijn al een paar mensen. Gaan ze naar het tweede antwoord? Hij werkt niet. Hij werkt niet, hè? Hij werkt niet. Heet dat? Werkt hij niet meer? Nee. Werkt niet. Alleen als je rechts gaat, word je opgesloten. Ja. Kijk, dat is niet goed. Ga eens weg. Nog steeds opname. Ja, dat is wel... Oh, er is Wild Edit overheen gegaan. Dom. Dat is het commandblokje weggehaald. Dom. Wil is het Wild Edit vinden? Dat kan, kan gebeuren. Dat kan, dat kan gebeuren, ja. Dan fix ik het gewoon nu ter plekke gewoon, hè? Oh, nee. Wow, gewoon live. Helemaal goed. Live, helemaal live. Ik heb er nieuw zin in. Is het echt alleen voor de VIPs? Ja, sorry. Ja. Oh, dat is zo zielig. Ja, koop wel gewoon. Als je wint, krijg je VIP. Doe, ga eens weg, Koen. Je staat ervoor met je rode hoofd. Koen, je staat ervoor. Nee, weg. Valspelers. Klep, weg. Weg, ik kan niet bouwen. Weg, Tim. Kst. Zo. Kom, ik je bekend voor? Nee. Nee, dit kan niet. Misschien. Oh, dan voel ik me een beetje schuldig. Zeg maar. Niemand kent jou. Wie? Ik? Heb ik jou gisteren ontmoet? Nee. Nee? Vincent. Ja, echt? Het begint met een D. D. Moonlight. Moonlight. Dictionary. Ja. Oké, moment, nog niet erin. Nog niet erin. Terug. Nee, terug. Terug. Kst. Kijk zo even. Verder. Spinnen. Kst. Weg. Sinaasappelman. Weg. Sinaasappelman. Jouw boy de steenpeer. Ik waarschuw je. Ik waarschuw je. Gulden hout. Appel. Doei. Weg, Kiki. Oké. Zijn we er klaar voor? Ja. Even kijken of die werkt. Ja, hij werkt. Oké. Ik ben ook klaar voor. Zijn jullie er ook klaar voor? Ja. Oké. Wie als eerst boven is, hè? Oké. In 3. 8, 64. Nu! Rennen! En ze gaan. Oh, Koen Smeets is onderboven. En Koen Smeets, waar gaat hij heen? Koen Smeets staat vooraan. En wie gaat er verder? Koen Smeets aan het kijken. Hij staat vooraan. Wie komt er tweede? Er is nog niemand bij de tweede. Tim is nu bij de tweede vraag. Koen Smeets is aan het denken. Hij weet nog steeds niet wat hij gaat doen. Tim, houdt het spannend. Misschien wacht hij gewoon expres. Tim is naar beneden. Hij is gezakt. Koen Smeets heeft de vraag opgegoogeld. Koen Smeets is verder. Vierde ronde. Wie is nog niemand? Niemand is verder. Van Pietje is bij de tweede. Maar er komt nog iemand bij de tweede. Oké. Okay. Dan gaat iemand naar de derde. Iedereen is af. Hé? Ik ben er nog. Ik moet bovenaan. Serieus, Koen Smeets verder. Hij gaat ervoor. Ik kan ervoor. Er niet uit. Koen Smeets verder. Tim, gaat hij niet uit? Tim, ontsnap aan de bovenkant. Ontsnap. Dat kan niet. Nee, oké, dan is hij kapot. Ontsnap aan de bovenkant. Hier, ik maak een gat. Vlieg eruit. Zo. Oh jee.
Koen, Koen is verder, laatste vraag. Koen is de laatste vraag. Koen, moet nog één vraag goed? Nee, nog twee vragen. Oh jee, Tim is verder. Niet. Oh, Tim gaat goed, je weet ook veel van Toy Story. Koen, wie zal het spelen? Koen weet het niet, Tom, Koen Smeet, weet het niet. Er staat dan Tim staat. Koen, Pixar 6, ga door Pixar 6. Van Pietje is verder, wie gaat verder naar de volgende vraag? Bijna laatste vraag, één laatste vraag. Pixar 6, wat doe je? Ja, ik ben! Ja, gecondoleerd. Pixar SX, hoe kan je de vraag, welke grote productie zit achter de geweldige films van Toy Story, hoe kan je geen Pixar zeggen? Hoe kan je die mis hebben? Dat is toch duidelijk DreamWorks? Dat is stout. Ja, dat is gewoon DreamWorks. Sowieso Disneyland heeft Toy Story. Ik ben er. Ja. Zitten jullie of zo'n speciale Pixar? Nee, we zitten gewoon in de circle. Maar echt heel tof. Dat jullie... Koen Smeets een mattenklopper, kom maar. Oh, je komt hier uit. Wat is jou in de dom? Leuk gedaan. Speciaal voor jou 1 seconde VIP. Ja, je komt in de Toy Story attractie zelf terecht. Ja. Dus dit is wel een leuke toevoeging. Er komen meer van zulke quizzen in het park. Dus dat wordt zeker heel vet. Dan gaan we zeker meer spelletjes doen. Dus dat bezoekers niet alleen attracties en bij een gebukte traincards moeten wachten. Want traincards is dames en heren nog steeds gebukt. Geweldig. Moet geüpdate worden. Maar de maker, inderdaad, wat ik al heel vaak zeg. De maker van traincards heeft examens. En geen tijd dus. Geen tijd om traincards te updaten. Wanneer hij dit doet, kunnen we dus veel meer van Disneycraft genieten. En dan zullen veel meer attracties het gaan doen. Zo, tot zover het nieuws. Oh. We gaan nu over naar Koen Smeets. Hoe voel je, Koen? Bij de spawn en zo is het heel erg rustig. Weet je, dit mag je wel vaker doen. Dit is wel leuk. Nee. God. Jawel. Wat? Ik had er weer doorheen, hoor. Maar godverdorie. Maar, Koen heeft gewonnen, jongens. Koen, je wint de 3000. Goedemiddag, Koen! Goeie postcode loterij, Gastonik. Goedemiddag, Koen. En jij hebt als... Hey, Koen, jij hebt gewonnen. Hey, Koen. Ik praat zo. Koen, je praat zo wel, hè? Oh, je hebt gewoon die... Je zit van zelf gevallen. Je hebt Koen. Koen, je hebt gewoon die Belgische ponden heb je gewonnen. Ik ben ook België. Wie? Is nog een Belg? Oh, Stefboy. Oh, jee. Ook weer maar een ik Belg. Ben niet in Belg, dus je kan niet ook zijn. Wat ben je dan? Een Limburg. Echt? Oh, Limburger. Ze zijn allemaal hetzelfde. Robbie ook. Als Robbie dit hoort, gaat het weer helemaal gek worden. Trek het wel aan, hè, deze server. Oh, dan kun je Robbie stellen. Dan ik een Limburger ben. Oh. Zo. Hoe vind je dit? Nou, ik weet dat het er niet uitziet, maar ik moet wat. Ja, ik moet wat. Moet je een boompje of zo? Nee, weet je wat? Nee, weet je wat? Ik doe dit. Ik doe dit. Kijk, ik doe gewoon dit. Ik weet dat het even YOLO momentje is. Maar zo. Dit is gewoon, ja, dit is het gewoon, jongens. Ja. Dit is het. Dit is het. Heel recht aan. Dit is die moment, hè? Zo. Geen gezeur, geen gezeik. Zweef in de bus. Even de bus. Die bus is floating. Wat is er, jongens, met die bus? Wat zit dit oude die bus? Die bus vliegt niet. Dat is een floppy bus. Dat is een floppy bus. Ik kan hem wel, voordat we video afsluiten, zal ik hem even voorzien van ondersteuning. Hè, voor de mensen die het zitten te jagen erop. Het is een spacebus. Is het een god? Space. Ga eens weg uit me. Nee. God. Huh? Er zit daar een secret. Iedereen wil in Vincent. Pasig. Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet, jongens? Je gaat het niet... Dat doe je toch niet? Oh. Dat is niet sweet. Zo. In het park is het eigenlijk best rustig. En bedankt. Goeie reclame. Hilte. Ja, prachtig. Thanks voor de reclame. Zo, kijk. Maar met de andere mensen kan het drukker worden. Ja. Ik vind het altijd heel druk in het park. Op zich is het best wel rustig. Het is soms wel lekker als het een beetje rustig is. Vind je niet? Kan je even tot jezelf komen? Geen irritante vips. Mensen die Moonlight 2 op een prachtige ondersteuning. Nee, ik zeg jou. Mr. Moonlight, bring me your tea. Mister? Zit op de brug. Mister. Is het meisje? Ik ben het meisje van Mister Moonlight. Nee! Mister Moonlight! Ja, het is een meisje. I know. Ja.
Hij kent me wel, hij kent me wel. Jawel, jawel. Oh, nee, alsof... de wc. Nee, ik wist even niet meer, maar ik wist je naam wel. Sorry, opnames. Even, ik ben helemaal gestrest, jongens. Opname. Hij wordt crazy. Waarom dat? Weet ik net. Dat... Omdat het kan? Omdat ik het nooit doe. Ik doe nooit opnames. Ik nee. Zit hier echt mee. Is dat iets nieuws voor je? Ja, dat... Wat denken ze staan daar allemaal in de... Oké, ik hou mijn mond af. Zonnige mensen. Verstandig. Verstandig idee. Verstandig idee, ja. Zonnige mensen. Ik vind het veel leuker zo. Vind je niet? Ja, dat is prachtig. Ja, veel meer pad. Ja. Lekker pad. Goeie. Niet meer dan gezeik met die... Oh ja, we moeten nou 2 en die 3. Ik zie echt sommige mensen zit ik echt gewoon heel... Zie ik gewoon helemaal zoeken naar je. Ja, toch? Oh. Kijk, jullie zitten echt op een gehypte plek. We doen nog even één leuk spelletje, jongens. En dan moeten we echt even doen. Oké, we zeggen van... Heet alsjeblieft. Nee, we doen bij Span. Oh, Span. Ik ben bij Span. Kijk, dan gaan we wat leuks doen. Voor. Maar de mensen... Volgende keer moeten we intrappen. Kijk, er komen nu mensen naartoe. Hallo. Ik ben bij Span. Ik hoor je. Oh nee, ik weet rustig, het al. Rustig. Ik weet het al. Rustig. Ik hoor je. Rustig. Ja, ik hoor je ook luid en duidelijk. Oké. Oké, het komt eraan, hè? Er moeten meer mensen. Ik weet het. Kom bij Span, iedereen, kom bij Span. Ja, kom bij Span. Opname. Daar komen ze allemaal. Kom bij allemaal opname, zo. Hij zegt opname, komt iedereen, hoor. Kijk, op de party, iedereen komt hier. Hallo, Cookie en Tim, Stefboy, hallo. Hé, Stefboy heeft dezelfde skin als Rambondo, volgens mij, of niet? Nee. Nee, tuurlijk niet. Wel dezelfde ogen. Echt? Ja. Oh cool, ik heb een broertje. Er lopen allemaal mensen in mij. Waar is Rambondo? Ben je hier ook? Ik kom even aan. Ik ben een sinaasappel. Ja, kom. Mijn kaas schiet af. Mijn kaas sinaasappel. Oké, jongens. Kijk, hier zo, hallo. Ja, daar ben ik. Quinn en Jens is er ook met zijn zwaard. Altijd met zijn zwaard. Altijd met zijn houten zwaard. Oké. Nu komt iedereen in me staan. Kijk. Ja, kom binnen. Ja. Wacht. Voor opname. Kijk, daar komen ze. Jongens, ik ga het laten zien. Oh, ben ik al zo lang aan het opnemen? Damn. Weet het al. Dat wordt een beetje een lange video. Oké, ja, daar komen ze. Hallo, ik heb je in het oog. Rabundo, kijk Rabundo, kom eens. Maar ik trap er niet in, hoor. Ja, precies dezelfde ogen, hoor. Waar is die kaaflijst op staan? Ik trap er niet in, want ik heb het nou gehoord. Oh, shit. Oh ja, dezelfde ogen. Kijk. Ja, echt, hè? Ja. Waar is die dan? Die? Ja, dat is Stefboy en Rabundo. Ja, kijk dan. Hallo. Maar je bent een Belg. Ja, je bent... Ik ben een Belg. Hou zo, hou zo. Een trotse Belg. Oké, kijk eens. Kijk, er komt iedereen in me staan. Kijk, iedereen komt in me staan, let op. Ja, kom maar jongens, spook maar. Even knuffelen, jongens. Ja, knuffel. Oh, knuffelen met Vincent. Vincent, groepsknuffel. Ja. Ja. Dat is mijn broertje. Ik mag hem wel. Wauw, ik zie Vincent niet. Wow, ik zie allemaal mensen. Ik zie het al. Ja. Yay. Ik ga hier staan, hè. Ik kan niet wachten tot de video. Ik ook niet. Ja, ik ook niet. Ik ook niet. Ik kan niet wachten tot ik Vincent zeg. Tot ik Vincent zei. Wie is dat in me? Lekker toch? Ik zie Vincent niet meer. Ik ook niet. Oh, nu wel. Wacht, ga even ademen. Anders krijg je last van. Kijk dan. En dan zeggen tot de volgende video. Ja. Doei. Doei. Wordt weer teruggekomen. Enthousiasme. Kijk, ze hebben ze wel. En ze blijven doorslaan. Blinder. Jongens, ik moet trouwens een beetje eten. Dus ik ben... Ja, dat mag van ons. Doei. 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 Sinaasappel. Sinaasappel hoofd. Ja. Lekker.